Hallo, mijn naam is Joost en vandaag ben ik in Leuven in de Muntstraat. We staan vlak voor restaurant Mykeni, waar we zo dadelijk onze chef Stijn Gielen op de proef gaan stellen. Hij werkt hier al meer dan 20 jaar. Hij is een levensgenieter en vooral een Bourgondier, een kenner van het betere vlees. Maar vandaag stellen we op de proef met ons nieuw product, onze nieuwe hamburger. De Raw No Beef Burger van de Vegetarian Butcher. En we gaan hem laten proeven. Maar wie weet dat nog niet? Jawel, onze chef zelf. Hij weet nog van niks. Kom maar mee. Haha, goeiedag. Ik heb hem gevonden. Hey. Hey Labé. Dag Stijn. Stijn, ik zou u heel graag een keer aan een proefje onderwerpen. Ik zou eerst iets willen vragen. Wat is voor u, als foodie, als liefhebber van het betere eten, maar als Bourgondier, ja, wat is voor u de referentie van een goede hamburger? En wat moet er zijn voor de goede hamburger? Een goede hamburger dat begint met een goed stappig stukje vlees. Juteus, gelijk dat ze zeggen. Juteus, oké. Okay. Een lekker krokant broodje, met in het midden zo'n beetje, ja, een beetje zacht. En dan heb ik ook graag een beetje zuurtje dat aanwezig is, een beetje fraîcheur. Iets krokant. Okay. Krokant bladje sla misschien. Ja, en de bakwijze? Bakwijze, ja, voor mij persoonlijk, zijn ja gebakken. Okay. Mogen wij u, na al uw jaren van ervaring als kok hier in deze prachtige zaak, een keer onderwerpen aan een proef? Ja. Zijn jij bereid voor een keer van onze burger die we voor u klaargemaakt hebben te proeven? Ah ja. Alright. Chef Wesley, maak ik even een burger van u? Dankjewel. Super, merci van. Kijk, voilà. We hebben deze burger voor u meegebracht. En ik zou u willen uitnodigen om dan een keer op uw gemak van te proeven en uw gedachten te zeggen. Ziet er niet slecht uit, man? Nee, vind ik ook niet. Smakelijk. Dank u, dank u. Ah, voilà, dat bedoel ik al. Goeie dikte van het broodje. Van ja, vind ik ook. Voilà, bakwijze. Ça va, hè? Ligt reus gebakken, ja. Prachtig. Ja. Onze chef heeft gekozen voor een beetje cassonetten en een beetje pickles, maar dat gaat niet uit. Het gaan we ons vooral, het is bij mij vooral om het vlees te doen. Lekker Belgisch. Ja. Pickles. Goed. Ja. Goed stukje vlees. Een beetje cassonet. Ja. Lekker. Sappig genoeg. Sappig, zeker. Structuur. Sappig genoeg. Goed. Goede structuur, ja, zeker. Wat zou jij daar nu van zeggen, moest ik tegen u zeggen, dat dit een 100% vegan premium burger is? Dit is een 100% vegan product. Ja, dan zijn dan het lullen. Nee, dat denk ik niet. Ik ben echt niet aan het liegen. Nee, het is juist. Dit is echt waar de nieuwste burger van de Vegetarian Butcher, van de vegetarische slager. En dit is 100%... Dan zijn ze een versnelder aan baas steken, want dat is echt wel... Top, hè? Ja, dat kun je bijna niet. Nee. Heerlijk. Ik ben blij dat je versteld bent. Dank je. We zijn er heel trots op en zijn heel content. Ik zou zeggen, eet dat met mijn makkelijk verder. Dat ga ik wel doen. Klaar, hou je stilte bezig. Dank u. Smakelijk en bedankt voor je reactie. Maar zeker. Salut, hè. Dat is nog goed, hè.